Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken in deze nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Aflevering 11 alweer. En oh, dus het wordt nu alweer nacht. Dat is lekker snel. Eventjes zo. Kan ik tenminste wat zien. Het is echt heel lang geleden dat ik een survival heb gedaan. Anderhalve maand geleden, ik heb net gekeken. Dat was MLG Konijn Sniper aflevering 10. En ja, wat ik in de tussentijd een beetje heb gedaan is een heel groot gat gemaakt. Dit is trouwens de slime chunk. Dit is dus steeds waar de slimes gespannen en ik ga hier nog een slime farm maken. Maar ik denk, ik heb cobblestone nodig, dus maak ik hier een gat en heb ik er later ook een gat aan. Dus zoals je ziet, ik heb aardig wat cobblestone, ik heb nog meer. En ik heb ook al wat naar de nether gebracht. Jullie vragen je misschien af waarom naar de nether, dat zal ik jullie zo laten zien. Wat ik jullie eerst eigenlijk wil laten zien is wat ik hier nog heb gedaan. Want ik heb de andere twee Elder Guardians hier waren. Die grote Guardians die heb ik nog verslagen. En ik ben begonnen met het droogmaken van de tempel. En vraag je misschien af van waarom. Maar ik wil eigenlijk dat hele ding gaan droogmaken. Zodat er geen Guardians meer spawnen. En dan wil ik hier een Guardian Farm gaan maken. Dat is inderdaad best veel werk. Maar dat is wel een leuk project. Maar oh nee. Oké. Okay. Ja, zoals je ziet, ik heb hem hier een beetje droog gemaakt al van binnen. Nou, erachter zit nog water. En hier boven zo zat een Guardian trouwens nog. Dan zat er hier nog één. Die hadden we een keer verslagen met ik weet niet welke aflevering. 6 of 7 of zoiets. En daar zit ook nog iets. Hier zo. Maar dit liep dood, dus hier heb ik verder niks meer gedaan. Of dat kon ook niet. En nou, dat was dat dan ook. Dus verder niet heel veel bijzonders te zien. Dus ik ga hier gelijk ook weer weg. En dan gaan we naar de nether, want dan ga ik even laten zien wat ik daar had gedaan. Ik word gewoon niet aangevallen door de Guardians om een van de reden. Hij maakt niet uit hoor, maar... nee, ik ben gewoon veilig weggekomen. Volgens mij is dat geluid wel echt best wel heel erg hard. Dus ik ga het geluid even wat zachter zetten. Wat het trouwens echt een nare zin. Best wel heel erg. Oké. Okay. Music sounds. Hoppa, zoiets. Ik hoop dat dit beter is. En om een van de redenen spannen hier helemaal geen mobs. En ik weet dat er een bug is dat als je video settings onder 12 chunks zet, dat er dan echt heel weinig mobs spannen. Maar dat is niet het geval. Waarschijnlijk zijn er gewoon heel veel guardians op dit moment. En, maar laten we even spannen. Laten we even spannen, dan gaan we naar de nether. Laten we even slapen, dan gaan we naar de nether. En ik ben trouwens in de tussentijd ook nog een paar keer dood gegaan naar mijn golems en zo. Maar dat maakt verder niet zo heel veel uit op zich. Wacht, voor ik check heel veel of mijn microfoon... Ja, oké, okay, microfoon zit aan. Anders moet ik weer opnieuw beginnen. En dus ik denk, ik check het heel snel. Oh ja, dit is mij ook opgevallen. Gaan telkens Iron Golems gaan de nether in. Omdat ze door de portal heen lopen. Nou, die kill ik een andere keer wel. Want nu kan ik de iron toch niet oppakken. Omdat mijn inventory vol zit. Daar waar we heen gaan is naar de... Nether Fortress. Want ik ben daar bezig geweest om een... begin te maken voor de Wither Farm. Heb ik het al eens eerder over gehad dat ik een Wither Farm ging maken. En het is echt heel veel werk, maar ik ben er al eens een beetje aan begonnen. Want heel belangrijk is als je Wither Farm maakt, is om de omgeving, zeg maar, zorgen dat er geen zombie pigments kunnen spawnen. Want als er zombie pigments spawnen, kunnen er geen Wither Skeletons meer spawnen door de mobcap. Want de mobcap is, dat is eigenlijk gewoon een limiet van hoeveel mobs er tegelijk kunnen zijn in de wereld. Dus... de mobcap staat volgens mij ergens rond de 70. En dat houdt in dat gewoon er kunnen maximaal 70 mobs zijn tegelijkertijd. Want als er 70 pigments zijn, kunnen er geen wither skeletons zijn. Dus je moet eigenlijk zorgen dat er zo min mogelijk mobs om de fortress heen kunnen spawnen. En echt alleen in de fortress. Zodat je in de fortress heel veel wither skeletons hebt. Want dat is wat je wil natuurlijk als je veel withers wil killen.
Dus hoe je ze ervoor zorgt dat er geen pigments spawnen. Pigments kunnen spawnen met alle hoeveelheden licht. Dus je kan ze niet tegenhouden met licht. Maar wat je wel kan doen is overal half slabs plaatsen. Want op half slabs kunnen ze niet spawnen. Dus eigenlijk wat de bedoeling is in een gebied van 128 bloks om de fortress heen. Dus 256 bij 256 bloks in de nether. Moet eigenlijk ieder blok bedekt worden met een half slab. En dat is inderdaad echt heel veel werk. Maar ik heb al een begin gemaakt. Het is niet heel veel. Nu ga ik de verkeerde kant op. Ik moet wel het pad blijven volgen van cobblestone. En ik ben zo lekker aan het praten dat ik gewoon voorbij loop. Want daar is cobblestone. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Dus. Oké. Moet trouwens wel nog een keertje een wat beter pad maken. Want dit pad is echt heel erg ver om. Omdat dit pad gaat ook langs de eerste Nether Fortress. Maar ik wil het graag doen bij de tweede. Want daar is heel veel lava en zo in de buurt. En als je heel veel lava hebt, heb je heel weinig blokken in de buurt. Of in ieder geval, zeg maar, weinig bloks waar pigments kunnen spawnen. Dus dat is een stuk minder werk gewoon om klaar te maken. Plus dat sowieso wel een goed Nether Fortress ervoor is. Oké. Hier is dat eerste ding. En daarachter, die kant op, daar is de tweede. En ja, ik kom op jullie terug als ik daar ben, want dan anders duurt het ook heel lang. Oké, hier ben ik dan bij het Nether Fortress. Ik heb hier een kleine base gemaakt eigenlijk met het kisten. Zodat ik wat cobblestone hier kon opslaan. Nou, zoals je ziet, ik heb al best aardig wat cobblestone gebruikt, want deze kist zat eerst bijna helemaal vol. En ja, laten we kijken naar wat het effect is. Dit is zo ongeveer het effect, wat je wil. Want zoals je ziet, hier lopen helemaal geen pigments, alleen daarnaast kunnen ze nog wel spawnen. Ik heb hier ook nog, deze komt net aanlopen van daarboven ergens. Ik heb hier al een stukje gedaan. En er zit hier ook een hele cave die ik al gedaan heb. En daar. Dus het lijkt niet zo heel veel, maar het is best heel veel werk om het al te doen. En ja, het eigenlijk mijn plan is om nu een stukje samen met jullie te doen. Dat jullie ook ongeveer zien van wat nou precies de bedoeling is. Dus nou, wat de bedoeling is eigenlijk heel simpel. Je gebruikt gewoon cobblestone om slabs te maken. Je kan ook andere materiaal gebruiken, maar als het maar geen hout is, want hout dat vliegt heel snel in hands. Dat is niet zo handig. En wat je gewoon gaat doen is, je pakt die half slabs en die begin je overal gewoon te plaatsen waar je een normale blok ziet. Dus gewoon, hoppa, zo. En op deze manier kunnen er dus hier geen mobs spawnen. Het is trouwens ook al fijn, want nu kan je tenminste een beetje doorlopen hier zo. En dat Soul Sand kan dat niet, maar dat is niet echt de voornaamste reden, maar dat is gewoon, dat komt mooi uit. En ja, zoals je ziet, het lijkt als je het zo doet best wel snel te gaan, maar kijk hoeveel je moet doen. Daar zo is oppervlakte, daar zo is nog meer oppervlakte, daar zo, helemaal aan de andere kant eromheen nog. Dus er is best nogal heel veel werk in de winkel. Maar ja, ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk als ik een keertje gewoon niks te doen ben ik verfilmen om dan gewoon wat kleine stukjes hiervan te doen. En dan beetje bij beetje, dan wordt het steeds beter natuurlijk. Want in het begin maakt het nog niet zo heel veel uit. Kijk, deze paar slabs die ik nu heb geplaatst, dat maakt nog niet zo heel veel uit. Maar vooral aan het einde dan merk je echt heel duidelijk een verschil als je een extra stukje hebt gedaan. En ik hoor een ghast. Ik heb echt een hekel aan ghasts. Vorige aflevering heette MLG Konijnen Sniper. Ik voelde me echt geneigd om MLG Ghast Sniper te noemen deze video, maar dat ga ik denk ik niet doen. Zo flauw ben ik dan ook weer niet om te gaan doen. Wacht, ben ik hier nou een plekje vergeten of is dat. Oké, dat is gewoon een gat. Wat ik trouwens ook heb de laatste tijd. Naar mijn kanaal. Ik heb tijdje terug heb ik wat extra dingen toegevoegd, zoals een intro en outro met van die klikbare video's. Maar ik merk dat het best veel moeite is en dat ik best wel lui ben eigenlijk. En dat ik daar telkens geen zin heb om die links te zeg maar in te zetten. Dat die video's ook echt klikbaar zijn.
Dus ik vroeg me eigenlijk af, hebben jullie nog een beter idee voor de outro? In plaats van die klikbare video's, want daar ben ik dus te lui voor, zoals ik al zei. Want dan zou ik graag dat doen. Dat ik dan niet dat hoef te doen. Dat is toch een irritant iets om iedere keer te doen. Dus ja, dat. En was er verder nog iets? Oh ja, kijk wat grappig is. Ik had deze week vakantie. Dus ik dacht, oh ja, dan heb ik vakantie, kan ik lekker wat video's opnemen. Dan heb ik alvast een beetje voorraadje. En nee, ik, nou, altijd kan ik lekker veel video's maken. Zijn video's lekker op tijd? Ik heb deze week 2 video's geüpload al. Of deze vakantie, zeg maar. En die video's waren allebei te laat. En hopelijk komt deze video trouwens wel op tijd. En ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen extra video's opgenomen. Zoals ik wel van plan was. En dat vind ik eigenlijk best vervelend. Want eigenlijk had ik echt een voorraadje willen hebben. Want ik heb binnenkort best wel weer druk met school. En dan heb ik gewoon een voorraadje. Dat is altijd wel fijn. Maar dat heb ik dus niet. Omdat ik gewoon lui ben. En andere dingen aan het doen was voor school. En ook gewoon andere spellen. Want ik heb ook laatst Counter-Strike gekocht. Ik weet niet of jullie het kennen. Waarschijnlijk wel. Als jullie Counter-Strike niet kennen. Hoe hebben jullie dat niet kunnen horen gewoon? Want er is best wel een hype omheen op zich, vind ik. En ik vind het op zich wel een leuk spel, maar ik ben best wel heel erg slecht in eigenlijk. Maar hopelijk vinden jullie het een leuk spel. En dan kan ik misschien ook een keer gaan spelen op mijn kanaal. Laat even weten als je dat wilt zien. Maar ik zeg er nogmaals wel voorbij, ik ben er echt bar slecht in. Dus heb geen hoge verwachtingen en ga als die video dan komt niet lopen zeuren van, oh ja, je bent toch super slecht, want ik heb je gewaarschuwd. En ik had er hier eentje verkeerd gedaan. Schiet op zich wel aardig op. Maar nog meer dingen waar ik over wilde praten. Oh ja, de laatste video. Dat was trouwens de video dat ik van dat ik in Londen was. Iemand had gevraagd van kan je misschien een leuke video maken van de dingen in Londen die je doet met de foto's of zo. En ik heb die video ook gemaakt. Ik had, was sowieso van plan al te doen. Ook al voordat die persoon het vroeg. En ja, ik kreeg eigenlijk best wel goede feedback erop. Van ja, leuke video. Dus ik vond het leuk om te horen dat jullie het een leuke video vonden. En ik wil jullie bedanken voor al jullie positieve reacties. Want ja, ik was echt blij gewoon erdoor. Klinkt heel raar, maar het was wel zo. En ik zit eigenlijk te twijfelen. Zal ik nu een timelapse doen? Ja, waarom niet? Ik ga hier een timelapse doen met gewoon dat ik wat halfslaps aan het plaatsen ben. Om een beetje de video te kunnen vullen, allereerst. En ik hoor weer een ghast. En de combinatie van een ghast horen en balaaf staan is vaak niet echt een heel goed idee. Maar start de muziek en hier komt de timelapse.
Oké, we zitten met een klein probleempje. Op dit moment val ik keihard naar beneden, zo ongeveer. Dus ik heb een oplossing en dat bestaat uit nu wereld lieven en dan weer joinen. Heb ik eerder ook al een keertje over gehad in een video, maar toen lukte dat niet echt. Dus hopelijk werkt het nu wel. Oké, nu doen we save quit the title. Heaps of hits on YouTube. Ja, net zoals mijn video's. Alleen dat zijn niet echt hits. Daar kijken misschien 10 mensen naar. Het ja, al meer dan 10. Maar maakt niet uit. Oké, nu moeten we heel snel de wereld weer joinen. En dan nemen we geen falling damage. Hey, truc van de dag. Als je ooit een keertje. Hoe heet het? Naar beneden vallen en. Jullie willen zeg maar niet doodgaan. Dit is de manier om ervoor te zorgen dat je geen damage neemt. Laten we gelijk dit blok weghalen. Oké, ik denk dat het makkelijkste is om gewoon hier daarboven te toweren. Hopelijk zijn er geen casts of blazes of zo in de buurt. Want ja, dan ben ik inderdaad best wel de pineut. Volgens mij kunnen we nu gewoon zo, als we hier langs lopen, weer terugkomen. Hoop ik tenminste. Als er niet te veel weer skeletons zijn. Oh, hier is al een stuk wat geslept is, dus dat is in de buurt dan. En. Oh, ik ben hier een blok vergeten blijkbaar. Ik kan er niet tegen, ik moet dat blok even doen. Even kijken. Zo. Laten we eventjes nu nog. Oh ja, kijk, ik had hier achteraan zo nog een heel stuk gedaan. Had ik jullie nog niet laten zien, volgens mij. Nee, kijk, het stuk had ik ook nog gedaan. En hier achteraan nog een stukje. Maar dat is niet zo heel veel meer. Dat is gewoon. Zo. Ik heb trouwens off-cam volgens mij nog de achievement Into Fire of zoiets. In ieder geval dat je een blazerot krijgt, die achievement. Ik had al eerder een blazerot gehad, maar toen pakte hij hem een van de redenen niet. Zoals je ziet zijn er aardig wat Wither Skeletons. Oh nee, ik ben withered. Ik heb trouwens geen looting sword, dus ik krijg niet, waarschijnlijk geen skulls. Want als je skulls wil, dan helpt een looting sword best wel heel erg veel. Kijk, volgens mij is er hier een nieuw gespawnd, of zag ik dat verkeerd? Nou, dat zag ik denk ik verkeerd. Wat trouwens ook heel erg helpt, als je meer weerskeletons wilt, of in ieder geval dat dat veiliger is. Ik zal je heel veel wat laten zien, een trucje daarvoor. Is. Je neemt gewoon wat cobblestone. Dan maak je wat van die fences. En denk je misschien van wat ga je ermee doen. Je neemt trouwens ook gewoon wat cobblestone blocks. En je begint gewoon deze randen weg te hakken. Het is trouwens wel een heel gevaarlijke stap. Dus kijk uit als je dit doet. Want als je nu geraakt wordt, is. Nou, ben ik echt zo scheef? Dus als je nu geraakt wordt, dan is de kans best groot dat je in lava ligt. Dit soort dingen moet je ook vooruit kijken. Hoewel je er niet door kan vallen of zo, het is toch iets dat je even moet letten dat je niet schrikt en daardoor het lava inspringt of zo. Oké. Nou, die plek plaats je eventjes gewoon normale bloks. Want op deze plekken kunnen namelijk ook nog Wither Skeletons spawnen. En hier zo zitten de bloks. Dus dan spawnen ze op die bloks en dat is niet handig. Wat je dan doet, is gewoon extra rand eromheen plaatsen eigenlijk. En. Vervolgens plaats je op die rand gewoon fences. Ik zou fences aanraden omdat ten eerste kan je er niet heel makkelijk overheen springen. En ten tweede houden ze LC level laag. En wat dat is, dat leg ik misschien nog wel een keer uit. Maar dat is heel ingewikkeld.
In ieder geval. En het is ook nog eens duidelijk als er een weerskeleton voor staat, die natuurlijk zwart is. Dan is het heel duidelijk te zien dat er eentje staat. En dat moet je eigenlijk gewoon. Ik schrok echt heel erg hiervan. Oké, nou dat moet je dus eigenlijk op alle plekken doen waar je van dit soort dingen hebt. Dus hier in de overkant ook. Oh, ik ben daar een stuk vergeten gewoon. Oké, dat moet ik nog een keer even fixen dan. Oké. Nou, ik denk dat jullie in op zich het principe wel snappen. En dan laat ik jullie de volgende video, of een andere keer als ik hiermee verder ga, dan laat ik jullie wel wat meer zien weer met hoe je hoe je Nether Fortress nog beter maakt om Wither Skeletons te farmen. Maak deze rand even af en dan ga ik de comment van de aflevering doen. Of comment of the day, hoe je het wil noemen. En ik heb eigenlijk nog niet gekeken hoe lang de video nu al is. Dus het zou eigenlijk kunnen dat het een video is van een half uur. Of misschien een video van misschien 15 minuten of zo. Ik denk dat het wel wat langere video is. Maar daar durf ik eigenlijk niks over te zeggen. Dus in het geval dat de video al langer is, doe even een duimpje omhoog voor deze extra lange aflevering. Als de video al wat korter is, zorg je dat de video zo kort is, doe een duimpje omhoog omdat er weer een nieuw survival episode is. Yay, nu krijg ik sowieso duimpjes, hoop ik. Gewoon doe een duimpje omhoog. Duimpjes omhoog zijn altijd goed. En als de video normale tijd is, moet je trouwens ook gewoon nog een duimpje omhoog doen. Omdat ik de video zo mooi de juiste tijd heb gehouden. Oké, dump even deze troep hier zo in. Wat voedsel is wel handig voor op de terugweg. Of ik neem al alles gewoon mee. Moet ik verder nog iets meenemen? Volgens mij niet echt. Nee, de rest kan hier wel blijven. En dan ga ik teruglopen. En dan ben ik weer terug met de comment. Dus. Ik zit met een klein probleempje eigenlijk. Want ik zit nu nog steeds vast in de Nether. En ik kan de weg niet meer vinden. Want ik ben het spoor van cobblestone kwijt. Haha, toch niet. Ik ben gewoon nog in de overworld. Ik vroeg me echt af of jullie erin staan trappen. En ik denk nu echt dat het echt helemaal niet grappig is. Ha. Ik ben echt grappig zeg. Oké. De comment is. Hoi Mr. Trax. Best leuk dat je misschien een webcam gaat gebruiken. Ik vind het niet belangrijk dat je webcam gebruikt. Maar wel heel leuk. Ik gebruik nu lekker geen webcam. Ik heb wel een webcam. En ik heb een paar video's gebruikt. En ik ga hem waarschijnlijk ook nog wel gebruiken. Maar het is gewoon heel veel moeite om goede belichting te hebben. En zorg dat het geluid en beeld gewoon gelijk loopt. Want anders heb ik een vertraging, zeg maar, van de webcam, van het beeld. En dan is het geluid wel goed. Dus dan is mijn mond, zeg maar, niet gelijk met het beeld. Dus dat is ook heel vervelend. Nou, wel leuk. Laten we verder gaan met de comment. En je zei in de aflevering van. Maar Sander, wat ga je deze aflevering nu doen? Heet je ook Sander of zo? Als dat zo is, is dat echt super vet, omdat ik ook Sander heet. En die comment was van Sander Timmerman. Hij heet dus ook Sander, net als ik, want ik heet ook Sander, voor degene die het nog niet wisten. En ja, best grappig eigenlijk dat we allebei zo heten. Ik vraag me af, zijn er nog meer mensen die Sander heten in de comments? Of ja, niet in de comments waarschijnlijk, maar die mijn video's kijken. En wat ik ook altijd wat ik best raar vind. Ik krijg er nog steeds best wel veel abonnees bij, want de laatste survival was 1,5 maand geleden. En daar was iemand, heb je al een idee voor je 300 subs special? Dus toen had ik volgens mij al net wel of net niet 300 subs. En ik heb er nu al 22 weer bij of zo. Dus het gaat best snel. Maar ik krijg altijd comments ongeveer van dezelfde mensen. Deadmau5 die reageert heel vaak. Sander Timmerman is wel een naam die ik vaak zie. En Gamehub zie ik op zich al regelmatig volgens mij. En nogal een paar mensen die ik wel regelmatig zie. Maar er zijn echt gewoon steeds heel veel nieuwe mensen die gewoon nooit commenten. Comment ook eens een keer. Het is gezellig hier zo in de comments. En dan misschien komt je comment wel in mijn video. Nou, als je dat niet wil, dan weet ik het ook niet. Dan ga je samen met alle andere comments, zoals bijvoorbeeld deze van Dimitri Games. Ja, die comments. Ze komen gewoon in mijn survival wereld. Of deze van Deadmau5. Ja,
Dat willen jullie toch allemaal wel in mijn survival wereld gewoon. Dus laat even een reactie achter. Dat is leuk. En dan vertel je me iets leuks. Of dan informeer je me over iets. Weet ik veel. Verzin iets leuks om in de comments te schrijven. En misschien kom je de volgende aflevering wel in de survival. En abonneer ook. Als je dat niet gedaan hebt en je bent nieuw. En laat dan ook wel comments achter dit keer. Als je nieuw bent. En ja, duimpje omhoog. Standaard gezeik. En dan was dit het voor deze keer. Hopelijk gaat het niet weer 1,5 maand duren voor de volgende survival. Maar dat zie je tegen die tijd wel. Dus dan zie ik jullie later. Doei!